In 2012 won Dordrecht voor het laatst in Deventer. En hier komt Dordrecht op een 1-0 voorsprong. De eerste goal in het betaalde voetbal van Julius Bleek. Een goede vrije trap. Stevens kansloos op de inzet van Bleek. En zo loopt Go Ahead in de thuiswedstrijd achter de feiten aan. Beltrame en Fey, de oud-doelman van Go Ahead, met een goede reactie. En dit doet hij ook goed. De ploeg van Flemings draait niet in de wedstrijd tegen Dordrecht. De laatste drie thuiswedstrijden werden wel gewonnen. Twee weken terug bij Telstar verloor Go Ahead kansloos. En nu loopt de ploeg ook achter de feiten aan. Roosendaal met de kans op 2-0. En Stevens bewijst weer eens dat hij de beste speler is bij Go Ahead dit seizoen. Arias is een handige spits. En hij is een handige voetballer. Kan. En daar is de 2-0. Gescoord door Lima Duarte Lopez. In de slotfase komt Dordrecht op een 2-0. Ja, die zaddoekjes die zijn natuurlijk voor Flemings. Want het is Go Ahead Eagles onwaardig dat de ploeg zo laag staat. En misschien is dit wel de mooiste actie van de wedstrijd. Arias op een hana zag dat doelman Stevens te ver voor de goal stond. En Flemings, ja, die voelt de bui natuurlijk hangen. Want dit Go Ahead verliest thuis van Dordrecht. En dat mag de degradant uit de Eredivisie natuurlijk niet overkomen. Het wordt zelfs nog 3-0 door deze goal van Hamer. Dordrecht wint weer eens. Sinds oktober niet meer gewonnen in de Jupiler League. En nu dus met 3-0 bij Go Ahead. En dan krijg je een dikke zoen.